Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe enge horrorvideo. Vandaag gaan wij weer kijken naar hele enge en paranormale video's op het internet. Het is bijna Halloween en daarom, om lekker in de stemming te komen, heb ik weer mijn favoriete masker opgedaan. En gaan wij kijken naar hele leuke video's. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En voordat wij naar de allereerste video gaan, moet ik nog even één dingetje doen. Zo! This video was filmed by a friend of my friend's brother a few years back. In the left corner of the video you can see a figure dressed in white with black hair crawling out from under the trampoline. To this day we have no idea who the person was. Zoals jullie inderdaad kunnen zien zit ik hier op een Reddit. Dit is de Reddit r/ghosts en op deze Reddit zijn verhalen, afbeeldingen en video's te vinden van paranormale dingen waarin geesten te zien zijn. En dit is de allereerste en we gaan hem gewoon bekijken. We moeten ergens linksboven kijken. Oh! Oh, je ziet het vet duidelijk daar. What? What? Dat is... Dat is zo gek. Want je ziet zo duidelijk... Wauw, als je dat terugziet, dan scheid je toch ook gewoon 7 kleuren? Dat is echt heel eng. Dat is echt al gelijk een creepy video. Want datgene dat onder die trampoline wegkruipt is ook daadwerkelijk een soort van doorzichtig. Je ziet heel duidelijk een soort van zwart haar. En natuurlijk dat standaard witte gewaad wat al die enge dingen dragen. Oké dan. Ik heb hem nog één keer gekeken en dit is gewoon plausibel dat het iets paranormaals is. Haunting moment, Second World War ventriloquist doll blinks caught on camera by spooked collector. Dat gaat sowieso fake zijn, toch? Even serieus. Oké, daar hebben we hem. De pop. Ziet er behoorlijk eng uit. Wat? Je zag zijn ogen zo omhoog gaan. En waarom gaat dat deurtje open? Is het nou een robot gestuurd iets ook, of... Wat gebeurt hier? Ik heb het gevoel dat het computer wordt gestuurd. Of dat er een jumpscare komt. Dit is gewoon niet leuk. Hallo? Waarom deed dat ding dat? Je zou echt gewoon zeggen dat dit fake is, omdat het zo gek beweegt. Wat reageren mensen hierop? My only suggestion is to burn down the entire house. Ja, maar mensen die geloven dit ook. Does more than blink looks like it's trying to talk. Ja, maar het kan toch ook gewoon computer gestuurd zijn? Looks very much like a hoax. See, dat denk ik ook. Het komt heel eng over. Het is heel creepy, maar het is gewoon een animatronic. Zo simpel is het. So, this happened at my work a couple months back. WTF. Oké. Zien er iemand werken? We hebben een gang. En we moeten iets... What? Huh? Wat gebeurt... What? Dat lijkt op de meest gekke windvlaag ooit. Dat is de enige verklaring die ik hier zou kunnen geven. Op de manier hoe dat zo wordt omgedraaid en precies tegen die andere kant van die muur aanvalt, dat moet toch bijna wel een windvlaag geweest zijn. Je ziet ook heel erg duidelijk dat hij een beetje wordt opgetild en dan zo omdraait. Wow. Ik zeg dat trouwens allemaal omdat daar op de achtergrond deuren openstaan of een raam lijkt het. Maar voor de rest is dit echt een heel gek iets. Ik weet niet wat ik van deze moet denken. Dit is eentje die heel vaag is. Want je ziet duidelijk dat het niet fake is natuurlijk. Maar het zou gewoon de wind kunnen zijn. Maar dat zou ook inderdaad iets paranormaals kunnen zijn die gewoon een grapje wil uithalen van... Haha, ik heb het aan de andere kant gezet. Plausibel. Ja, deze is wel weer echt eng. Oh, ik word hier soms zo ongemakkelijk van, hè. Van die hele gekke video's. My friend is security at the airport and he saw this through the security cameras. Oeh, iemand heeft met privacy geschonden op het vliegveld. Maar oké, we gaan het gewoon kijken.
Hij heeft een stukje opgeslagen. Wat? Wat is dit nou weer? Waarom gaat die deur zo snel open? Oh, hij heeft het... Oh, het is versneld. Kijk, je ziet de tijd heel snel oplopen. Maar waarom gaat die deur dan vanzelf open? Sure, prima joh. Deur gaat vanzelf open, maakt niet uit. Boeien. Kan toch gewoon door de wind komen, of niet dan? Ook al is dat wel heel onverklaarbaar met de wind, omdat die heel langzaam open gaat. Dus, de enige conclusie is dat het een elektronische deur is. Dat je op een knopje drukt en hij gaat... Jullie begrijpen me. Deze niet zo eng. Was it moving on its own? Zien hier een rolstoel... Oh, wow, 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 hij gaat gelijk. Wat? Waarom hebben geesten iets met rolstoelen? Ik begrijp dat echt nooit, hè? Wat? Hij rolt ook gewoon echt ver door. Hij maakt ook echt een bocht of zo. Wat gebeurt er met de kwaliteit? Hallo? Je gaat niet zeggen dat dit de kwaliteit van de video is. Jeetje, wat een aardappelkwaliteit. Oh, daar zijn we weer. Wat? Je gaat mij niet vertellen dat hij van die trap af is gerold. Huh? Hoe kan zoiets zo wegrollen? Ik zie dan ook echt al voor me dat je van die geest hebt, hè. Zo van... Hey, kijk, een rolstoel. Zullen we daarin? En dan gaan ze in die rolstoel en dan drukken ze elkaar van de trap af. Dat is toch precies wat dit is? Dit is gewoon heel creepy op een eigen manier. Omdat het weer zo'n stomme rolstoel bevat. En dan weet ik niet wat ik daarmee moet. Ik haat echt die rolstoelvideo's. Omdat je gewoon niet weet of je het echt moet geloven of zo. Ik haat ze, echt waar. Anyone think this is real? Een TikTok? We hebben een TikTok, oké. Okay. Dogs are ready for bed. Oké, okay, twee hondjes. Just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What the fuck is that? What? Oh god, fuck! What? Ik zag het niet eens. Ik keek naar die hond. Dat was zo stom. Maar er was daar een schim. Get ready to go to bed myself. What the fuck is that? What? Oh! De reactie klinkt heel echt. Ik weet niet waarom, maar de reactie klinkt super echt, waardoor ik twee opties heb. Het is inderdaad een of ander gek schaduwgeestding. Het paranormale. Of het is iemand die een prank uithaalt en deze vrouw die weet het oprecht niet. Het klinkt zo echt. Je ziet heel duidelijk daar een schaduw staan en die beweegt opeens weg. What the fuck is that? What? Oh! En het beweegt ook heel snel weg, wat het gewoon nog enger maakt. Oké, dit is de eerste video waarbij ik kippenvel krijg. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Deze is gewoon eng. Puur door de reactie van de vrouw. En gewoon het hele plaatje. Plausibel. Ja, deze is... Dit is zeker eentje die in de top van lijstje staat van enge video's. Om nog betere video's te krijgen, heb ik even de top van dit jaar gepakt. Ik had hem net van de maand, maar nu gewoon nog engere video's. En we beginnen met This was about a year ago. I do security at the hospital. The chair was on the other side of the hallway on my first patrol. And on my second patrol, this is what I had found. This is really the only time I've ever experienced anything spooky like this. Never really was a believer until this happened. Okay. Het zijn altijd wel de betere dingen. Dat iemand zegt van oké, ik geloofde er niet in. Maar dit heeft mij denken doen veranderen. Het is wel weer een rolstoel. Ik weet niet, maar geesten en spoken hebben iets met rolstoelen. Come on. Fuck, Chris. Ben ik... See? See, I fucking do. No, 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 no. What? No. Gewoon dat hij het weet van, er moet nog iets gebeuren, want dat ding is verplaatst en dan... What? What? Het is heel gek hoe die gewoon see? Opeens... See, I fucking do. No, 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 no. Ik vind zijn reactie wel echt... Zijn reactie is wel top. Ik zou precies hetzelfde hebben. Ik zou ook gewoon mijn broek al volgescheten hebben als ik dat ding zie ronddraaien. Vraag me ook af wat jullie van zoiets vinden. Geloof jij in zoiets? Het is echt gewoon insane dat zo'n rolstoel zo'n eigen wil heeft. Ja. En dat die rolstoel altijd wordt uitgekozen door geesten. Echt, ik weet het nog steeds niet waarom geesten voor een rolstoel gaan, maar oké. Okay. Misschien is het iets wat heel makkelijk te besturen valt. Dat zou best kunnen, dat die geesten gewoon denken van, oh ja, dat is heel makkelijk. Maar dus, plausibel, deze is ook eng. Ik had een beetje kippenvel. En dat zegt voor mij eigenlijk altijd genoeg, dat ik oprecht iets eng vind.
I am 96% sure we caught a ghost on camera pulling on my almost 2-year-old son's leg while we were sleeping in his crib. What? Als ik daarachter zou komen als ik kinderen heb, hè? Nu ben ik heel benieuwd wat ik hier gezien. Oké, er ligt daar een kind. Dat zien we allemaal, duidelijk. Gekke stofjes daar. Wat soms ook orbs worden genoemd, die dingen. Het beweegt wel heel gek alsof het geen stofje is trouwens. Wat? Dat is zo bijzonder wat dat zweeft. Wow! Wat gebeurt hier dan? Ook het stom is dat het kind door blijft slapen en niks merkt. Kijk dan! Hoe kan zoiets? Dit is creepy. Dit is niet leuk. En nog steeds die lichtorb die daar vliegt. Voor mij is dit het ook, of niet? Oh nee, hier gaat nog wat! Oh, nu wordt hij wakker! What? Ja. Eng. Ik kan er niet meer van maken dat deze heel eng is. Ik zou echt niet kunnen verklaren hoe die benen op die manier kunnen bewegen. En het lijkt me ook niet dat je met je eigen zoon of dochter een touw gaat vastknopen aan de benen. En dat je dan erachter gaat staan van, oh kijk, het spookt hier. Vandaar dat ik ook echt nu zit van, dit is creepy. Als dit gebeurt bij je zoon of dochter, dan ga je ook wel even twijfelen aan heel veel dingen, denk ik, ja. Enige andere verklaring die ik kan hebben, is dat dat kind super lenig is. Dat hij gewoon aan het dromen was van trampoline of zo. En ik vond hij helemaal gek aan het doen was. Ik weet het niet. Dit was een bijzondere video. Een hele bijzondere video. Ik denk dat ik het hier ook bij laat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik een keer op Reddit zat in plaats van op YouTube. Er wordt niet hier een heleboel enge dingen op geüpload. Dus misschien dat ik dit over een paar maanden pas weer een keer ga bekijken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Druk op het blauwe duimpje omhoog. Geloof jij in geest? Laat weten in de reacties. Klik hiernaast op wat anders. Druk op het abonneerknopje. Druk op het belletje. En dan hoop ik dat jullie een hele fijne Halloween gaan hebben. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen tegen jullie. En dat is, hoi mensen!